omdat er zoveel overdreven aandacht is voor het beeld van de vrouw in de kunst en daar ook veel discussie over is, hebben wij gedacht, laten we ook de andere kant eens laten zien, de mannelijke kant, met het idee, hij mag gezien worden. Ook mannelijk naakt is mooi. En dat hebben we gemerkt tot nog toe in alle reacties. Dat is iets heel unieks. Dat vind je eigenlijk nergens. Eigenlijk is de publieke opinie een beetje tegen mannelijk naakt. Zeer onterecht. Dat is niet alleen jammer voor de kunstenaar die de man uitbeeldt. Maar het is eigenlijk voor ons allemaal jammer. Omdat het ons berooft van een deel van het beeld van mensen, zeg maar, dat we zouden moeten koesteren. Van oudsher is het naakt in de kunst helemaal niet beladen met een voorkeur voor vrouwen of mannen. Het is pas eigenlijk sinds de 19e eeuw dat een soort van erotische klank heeft gekregen. Die ons beeld heeft gekleurd en waarvan ik denk, daar moeten we ook een keer vanaf. We zijn preutser geworden. De samenleving is zeker preutser geworden. En tegelijkertijd, door de komst van internet, is er veel meer beeldmateriaal, veel diverser beeldmateriaal, extremer beeldmateriaal. Ik denk dat veel mensen heel positief zullen zijn tegenover wat hier getoond wordt. Zeker ook vanwege het feit dat er niet zomaar alleen een serie naakte mannen getoond wordt. Het wordt gebracht in kaders. Een kader van geweld, van liefde, van godsdienst, naakte Christusbeelden en dergelijke dingen. En dat maakt het een mooie variëteit. Mannelijk naakt in vele gedaanten.